Op de Griene Stier bij Ljouwert wie joort de 21ste editie van de Bickel Survival Run. Het evenement zit maar liefst 1500 deelnemers heel dag vol. Een verslag van Freer Wijma. 10 hele kilometer, 26 hindernissen. Wanneer ben je weg? Hoe lang was het roer? Ik ga op 1 uur en 3 kwartier, maar als het zin zit, kan ik 6 uur worden. Rijn van der Wal uit Parageer naam dit seizoen Oski als staplepper en kan op volop tijd steken in zijn oren hobby, survival. Hij docht mij de runner-up competitie mee, te geren mij nog 180 deelnemers. En de vluchten kunnen binnen oorloer binnen wijzen. Rijn traint altijd mij Robbie Terpstra uit Warkum. En die man binnen aardig onder wegen. Kist van Rijn van der Wal had angst? Ja, het zit er zo wat. Hij lijst niet wat weinig slept. Er komen socialisten, dus ik hoop dat ik hem goed bij hoor. Het parcours is pittig, met een soort klimhindernissen. Waar de Rijn het meer hamert van de techniek, is Robbie vaak wat beter in het draven. Het hele traject van 10 hele kilometer wisselen de trainingsmaten geregeld van positie. En Rijn is ook door de hindernis. Klein stukje nog. In de eindfase liek het Robbie Terpstra een leadsgotje te slaan. Maar Rijn van der Wal weet vlak voor de laatste hindernis toch de strijd in zijn voordeel te beslissen. Ja, dat is heel raar hoor. Spagaat zo. Ja, hier op nummer 503, Rijn van der Wal. Rijn finisht in 1 uur en 27 minuten. En bluwt Robbie precies zo'n tellen voor. Je bent een jood knap om kwam weg, hè? Ja, dat is heerlijk gedaan. Ik ging gewoon mazzel dat ik kreeg als eerste bij de eindhindernis weer. Want dan kon hij net om je heen. Hoe zit het in mijn hand, ja? Rijn werd uiteindelijk 16e, Robbie 17e. Beide knap in de top 20.